Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een aflevering van 023 Voetbal. Met vanavond twee heel bijzondere gasten. We zijn ook erg trots dat ze hier in de studio zitten. Naast mij Kees Nuyens. Hey. Kees, welkom. We gaan zo allemaal vertellen wat jullie doen, want jullie zijn echt heel bekend in de voetbalwereld. En natuurlijk de trainer van de Koninklijke HFC. Je kon eigenlijk op maandagavond, Ted. Ja, dat klopt. Hartstikke normaal trainen, ja. Ja, maar dinsdag ook, dus maakt allemaal niks uit. Hè? Het is even wat rustiger. En Martijn Prinsen, die heeft ook een vreselijk weekend achter de rug. Ja, zie je nog? Ja. Ja, dat was een zware, ja. We gaan het hebben over het voetbal. Het voetbal vooral in Haarlem en omstreken, want het is voetbal in al zijn opzichten hier. Hè. Wat een weekend hebben we achter de rug, Martijn. Ja, hoeveel clubs spelen er na competitie? 13. Ongelooflijk. Ja, inderdaad ongelooflijk. Ik moet wel zeggen, er zijn er dit jaar wel meer die na competitie spelen om uiteindelijk te handhaven dan voor promotie. Maar 13 is een aardig aantal, dus we zijn nog niet klaar. Het erge is, ze moeten allemaal ver weg, hè? Heel veel wel, ja. Ja. Ja, naast mij zit een man met twee gevoelens. Ja. A, het gevoel dat hij een fantastisch weekend heeft gehad in Liverpool, Kees. Ja, fantastisch weekend. Maar het bericht dat je daar kreeg was natuurlijk vreselijk. Ja, het bericht dat Bloemendaal het niet gered had is... Achter er wel even in, ja. Heel zonde. Het was feest. Niet verwacht. Nee, niemand. Nee. Er was feest voor jou over. Ja, het feest was sowieso over, maar we gingen al richting huis toe. Ja, ja. Maar het kwam wel hard aan. En Ted, jij had een rustige middag. De spanning was eraf. Het enige leuke, of misschien leuk, het vervelende was dat jij twee kanjers kwijtraakte die zondag. Die speelden hun laatste wedstrijd. Jeffrey Samsin en Carlos Opoku. Dat de spanning eraf is, maakte Carlos duidelijk, hè, met die strafschop. Had er nog nooit één gemist en hij schiet er zo zwak in. Ja, dat klopt. En dan zie je toch ook wat het met die jongen doet. Die heeft natuurlijk 9 jaar bij de Koninklijke gevoetbald. Die heeft alles meegemaakt. Ja, en als je Carlos kent, die wil altijd zijn beste beentje voorzetten. Die wil altijd winnen. En dan op zo'n moment, in de laatste wedstrijd waarin hij, wat ik hoorde, iets van 65 strafschoppen afgelopen 9 jaar heb genomen. Ja. En de daarvan 65 heeft gemaakt. Ja, dat is opvallend. Ja, en dan dat hij nu mist, dat is gewoon zonde. Want we hadden ook nog 2 plekken kunnen stijgen daardoor. Ja. En dat loop je nu mis. En, nu daar ben je 13e. Ja, 11 of 13, maakt niet zoveel verschil. Je blijft in het rechterrijtje. Jawel, maar het is toch leuk op een gegeven moment, hoe hoger je eindigt, hoe beter dat is natuurlijk. Kijk, en, wat dat betreft hebben we het al prima gedaan. Want iedereen in alle statistieken, alle zogenaamde kennis, die hadden ons allemaal op degradatie nummer 1 neergezet. Dus ja, wat dat betreft heb je het denk ik prima gedaan. Ja. Nou raak je een paar kanjes kwijt. Nou is natuurlijk de vraag, wat komt erbij? Want je moet... goede spelers halen om in die tweede divisie te kunnen blijven. Ja, dat klopt. Hè. Het zal er niet makkelijker op worden, want ik denk, zeker voor Carlos, daar zou je niet zo snel iemand voor vinden. Daar zijn we wel mee bezig, maar waar ook de wereld, denk ik, een centrale verdediger die de 14 scoort, ja, die vind je nergens. Nee. Die vind je echt nergens. Buiten dat de goede verdediger is, maar dan natuurlijk ook met zijn lengte, hè, gewoon heel erg gevaarlijk is voor het doel. En een strafschop die je normaal inschiet. Kijk, voor Jeffrey ligt dat even anders. Die heeft gewoon dit jaar wat minder gespeeld. En Jeffrey die wil gewoon voetballen. En er komen ook wat jongens uit de jeugd door. Waaronder Roy Kastien en Loet de Kwant. Dus wat dat betreft kunnen we dat intern wel opvangen. En daar hebben we voor gekozen om voorin wat te versterken. Gaan de broertjes de Kwant samen spelen? Nou, dat is wel de bedoeling, ja, dat ze op een gegeven moment samen gaan spelen. En het liefst natuurlijk in HFC 1. Alleen die stap die is gewoon heel erg groot. Ja, en dat geeft helemaal niks. Want ik vind de jeugd die doet het prima bij de Koninklijke. In die periode gepakt. Ja, daar gaan we het zo nog over hebben. Nigel en Roy bij elkaar, dat kan ook, hè, als Nigel beter is. Ja, maar dat gaat even duren. Want Nigel heeft zijn kruisband gescheurd. Dus dat zou heel erg lastig worden om dit jaar aan voetballen te komen. Maar Roy die ontwikkelt zich ook prima. Die is ook net pas 19 geworden. Dus ja, dat is natuurlijk prima, want daar wil de club ook naartoe. Ik vind een van de beste die je hebt. Aan de bal wel, ja. Oh, ongelooflijk. Maar wij zitten in een situatie door we vaker niet de bal hebben. Ja, dat is waar. Dan wordt er iets anders gevraagd. Zeg, Kees en jij, jullie kennen elkaar. Jullie hebben samen gevoetbald. Hoe zit dat?
Ja, we hebben wel eens een balletje getrapt samen, ja, met de bedrijfsvoetbal toernooitjes. Ja. Wel eens een balletje getrapt. Je zat net voor de uitzending te roepen van het waren prachtige potsen van het geweldige. Ja, ik geloof dat we alles gewonnen hebben in die periode. Ja. Klopt, ja. Jij bent onder andere scout bij AZ, maar we hebben je uitgenodigd voor iets anders. En daar gaan we het ook met Ted nog even over hebben. De opleiding van de jeugd. Daarom zei ik net, Ted, we gaan er straks nog even over praten. Ja. Want daar ben jij de grote man in. Ik heb met verbazing gekeken naar jouw spelersvolgsysteem. Niet alleen voor de selectiespelers, maar ook voor de standaard elftallen. Ja. Wat een werk. Ja, dat is heel veel werk, maar die eer hoef ik niet allemaal naar me toe te trekken. Hè. Want het is natuurlijk een heel team van trainers die dat voor ons bijhouden. Die bekijken de spelertjes die in hun team zitten en die geven dan een uiteindelijk advies. Die spelertjes ga ik daarna nog een keer bekijken om te kijken of het advies wel gepast is. En ja, spelen ze dan in een team wat naar hun niveau iets te laag is, dan schuiven ze door naar voren. Trainen ze met de selectie mee om te kijken of ze dan de stappen kunnen maken. En dat zal volgend jaar voor een aantal spelertjes wel leuk zijn. Nou gaat je eerste team, die vergooien het in de laatste wedstrijd. Jullie moeten een mentale coach erbij halen. Ja. Want dit kan natuurlijk niet tegen de voorlaatste die absoluut niet kunnen voetballen, met alle respect. Ja. Jullie waren zo goed bezig. Ja, heel eerlijk gezegd, en ik had de vlag al aangewezen. En ik denk van nou, deze laatste wedstrijd tegen de ene naar onderste. Moet wel zeggen dat de laatste wedstrijden van... Ja. Van hun ook werden beter. De uitslag qua resultaat 4-3, 2-0 gewonnen, 2-1 verloren. Dus het begon wel een beetje te spelen dat je denkt van nou, misschien zijn ze toch wel link. Maar ik had het niet verwacht. Nee. Absoluut niet. Nee. Wat zijn jouw sterke teams bij de jeugd? Bij de sterke teams? Doorstroming. We hebben een sterk onder 17. Mm-hmm. Die dus ter nauwe nood in de hoofdklasse de na-competitie heeft gemist. Heel lang meegedaan voor het kampioenschap. Onder 15 tweede geworden. De onder 14 kan volgende week nog kampioen worden. De onder 16 kan nog kampioen worden. De onder 17-3 is kampioen geworden. Een fantastisch leuk team. Met een paar jongens die heel goed kunnen voetballen, maar liefst met elkaar blijven. Ja, dat moet je ook respecteren. Dan hebben we de onder 13. Dat is gepromoveerd naar de derde divisie. Ja. Onze onder 11 is een heel verschrikkelijk leuk team. Mag ik daar even iets over zeggen? Ja, natuurlijk. Want die zijn niet voor niets uitgenodigd op onze finale dag van de onder 23 cup. Ja. Als elftal om tegen een Haarlemse selectie te gaan spelen. Ja. Je weet dat ik bij jullie een paar keer getraind heb. Omdat ik HFC speelt eerste klas, jullie spelen tweede klas. De onderlinge confrontatie was daar met jongens van mij in die teams. Ja. En ik zei, ja, HFC gaat dat dik winnen. Maar dat was een duidelijke confrontatie. Nou, we zullen het niet meer zeggen. Maar het was 6-0 voor de ploeg die in de tweede klasse speelt. Ja. Ongelooflijk. Nou ja, ze zijn afgelopen weekend met het uitgenodigd voor het internationaal Nederlands toernooi. Dat is goed gedaan, hè? Zijn ze vijfde geworden. Vijfde, ja. Van de 34 clubs. En ze zaten bijna in de finale van de beker. Ze verloren in Bussen, bij BFC. Ja. Maar ja, dat is ook een heel goed... Heel goed team. Ja, is fantastisch team. Ja. Ook goed georganiseerd. Ja. Allemaal gele voetbalsmoentjes. Dus, leuk. Dat ziet er goed uit. Zie je qua jeugd heen, zie je de vergelijking tussen Bloemendaal en HFC? Nu wel. Nou, precies. Die, ja, want dit is ongeveer hetzelfde. En daar begint het mee, toch Ted? Ah, ik hoorde dat een paar weken geleden, dat de Bloemendaal vreselijk aan de weg timmert. Om toch te kijken van hoe kunnen ze die weg ook bewandelen. Ja. Kijk, en dat resulteert nu al dat er een aantal jonge jongens ook in het eerste voetballen. Alleen op dat niveau kan dat natuurlijk wel iets makkelijker dan op het niveau waarin wij spelen. Ja, en ik vind het gewoon heel erg goed wat de Koninklijke heb gedaan een aantal jaren geleden. Om niet alleen alles, zoals heel veel clubs in de tweede divisie, alles op het eerste te gooien. Maar daarin ook nadrukkelijk de jeugd erbij te betrekken. En ik denk dat de Koninklijke AFC met... Nou, ik weet het van Quick Boys en er zullen nog een aantal ploegen zijn die daar ook gewoon heel veel aandacht aan besteden. Maar ja, als je een Katwijk neemt of een Rijnsburg, of ja, die interesseert eigenlijk de jeugd helemaal niks. Ja, gek is dat, hè? Die halen wel. Ik bedoel... Ja, maar ja, die stoppen al het geld wat ze normaal in de jeugdopleiding stoppen. Die stoppen ze allemaal in het eerste. Ja. Maar Quick Boys, waar jij ook trainer bent geweest, die doet het wel. Rijnsburgse Boys niet. Daar was jij ook trainer. Je hebt er een hoop gehad, hè, die Bollestreek. Ja, twee. Dat is toch een hoop. Je begon bij HFC. De andere HFC, HFC Haarlem, klopt, toen het nog bestond. Ja. Eerst met de amateurs en daarna met de selectie. Dat was zeer succesvol ook, hè?
Bij de amateurs, mijn eerste jaar niet als trainer. Nee, maar toen, het eerste jaar moet je wennen. Waren ze gepromoveerd en toen degradeerden we meteen. Maar het jaar daarna werden we ongeslagen kampioen in destijds vier, of dat is nu nog vierde klas. Dus dat was een mooie start van mijn trainingscarrière. Maar even naar de kampioenen bij HFC, want bijna iedere ploeg, hoge ploeg, speelt divisie. Dat is natuurlijk ongekend, hè? Je bent niet voor niks nummer 3 in Nederland qua opleidingen. Ja, en volgens mij zijn ze nu, dat ze ook nog op de nominatie natie staan om tweede te worden. Ze zijn eigenlijk al tweede. Het is echt ongelooflijk. Onder 19 heb je nog een periode gepakt. Onder 17 kampioen, onder 19 zondag kampioen, onder 13, onder... Enfin, ja, je kan het haast niet opnoemen. Ik geloof dat ze nu al 14 elftal hebben dit jaar weer die kampioen zijn geworden. Ja, alleen aan de selectieteams, hè? Ja. Pas op wat daaronder zit. Ja, dat moet je ook niet vergeten. Dan ga je al over de 20 heen. Hè? Nee, maar dat is terecht wat Kees net zegt. Doordat gewoon heel erg goed voor een vereniging is, wat je binnenhalen bij heel veel verenigingen mist. Dat ze ook aan die overige elftallen aandacht schenken. Ja. Want dat is zo belangrijk, want vaak is het zo, die jongens, Kees haalt het net al aan. Die hebben misschien wat minder talent, maar die zijn zo belangrijk voor een vereniging. Want dat elftal blijft bij elkaar. Die doen misschien wat achter de bar, want de jongens uit dat voetbal, oké. Dat vinden ze leuk en dat doen ze ook wel. Maar binnen zo'n club worden dat gewoon clubjongens. En daar, dat is gewoon heel erg belangrijk voor een club om daarin door te groeien, denk ik. Ja. Jij zei het straks al, het is heel moeilijk om vanuit een juniorenploeg door te stoten bij het eerste. Zeker voor een tweede divisieploeg. Maar je hebt twee 19-1 teams, hè? Wat zit daarbij, wat doorkomt naar jouw selectie? Er zijn er dit jaar twee. Dat is Waddy en Loete Kwant. Die in ieder geval in de voorbereiding de kans krijgen om mee te trainen. Ja, en zoals je weet lopen er nu natuurlijk al jongens die dit jaar regelmatig zijn ingevallen of in de basis hebben staan. Tim van Soest en Robin Eindhoven is zelfs nog onder 19 dit jaar. Want die mag nu nog spelen in de onder 19 in de na-competitie. Die toch drie keer in de basis heeft gestaan. Vince de Kwant regelmatig ingevallen. En Ilias Bronkhorst, ook bekend hier in de regio. Ja, daar noem je er een, want ik ben bang dat je die in een jaar kwijt bent. Ik vind dat een van de grootste talenten die er rondloopt. Ja, dat klopt. Maar ik zei net tegen Kees ook, die jongens waar we net over praten, dat zijn allemaal aanvallers. En voor een aanvaller, hoe je het bent of verkeerd, dat is toch altijd lastig. Lastig, ja. Want die moeten gewoon veel meer meters maken. Die spelen tegen goede verdedigers. Ja. En Ilias is een verdediger. En ja, die kan ook rechtsbuiten. Ja, dat klopt. Ik heb het gehoord. Ja, die kan overal voetballen. En hij scoort, die jongen. Ja. Nee, maar, maar zo hoort het ook. En ik vind binnen de vereniging, je hebt dat niet voor niets. Een aantal jaren ben je daarmee begonnen. Ja, dan moet je de jongens ook wel de kans geven en niet alleen voor jongens van buitenaf gaan. Wat mij opvalt is dat jij vaak bij tweede staat te kijken, ook om die andere jongens bezig te zien. Dat is natuurlijk een goede zaak, hè? Daarmee ga ik naar Kees, want scouting, jij bent scout bij AZ. Ja. Hoe moeilijk is dat? Ja, de jongste jeugd is moeilijk, omdat je dan een wedstrijd staat te kijken en dan moet je het beoordelen op wat je ziet. Als je gericht gaat zoeken, dat is in de latere fase, ja, dan is het iets makkelijker omdat je naar één speler hoeft te kijken. Maar het grappige is, hij noemt een paar namen en die komen bij ons natuurlijk ook op het lijstje voor. En ook op het lijstje voorkomen. Loete Kwant hebben we ooit gekeken bij Hoofddorp. Een fantastische leuke voetballer. Roy Kasteen, ook van de bekende voetbalfamilie natuurlijk. Hè. En ook een hele begenadigde voetballer. Dus, ja, het HFC komt wel met een aantal naampjes op de proppen waarvan ze bij Bloemendaal denken van die zouden wij ook wel binnen willen halen. Ja, dan was je waarschijnlijk wel kampioen. Dan waren we zeker kampioen. Ja, die miste me nou net, hè, die twee. Ja. En Koen Beren miste je ook natuurlijk. En Koen Beren, ja. Maar ik heb slecht nieuws voor je. Ja, dat dacht ik al. Hij blijft. Ja, toch? Ja. Ja, hij zei, ik heb het zo leuk gehad hier en zoveel opgebouwd, ik doe het nog een jaar. Nou, daar is het bestuur en Ted zijn er heel druk mee bezig geweest, toch? Ja. Ja, maar volgens mij praat je iets te snel. Nee, hoor. Nee? Nou, kan een beetje meer zeggen. Nou, dat is toch weer goed nieuws dan? Ja, ik ben er blij mee. Dat is wel goed dat ik het nu hoor, want dan kan ik me ook nog even bellen. Ja. Oh, dus als het daar niet door gaat, dan is mijn eigen schuld. Dan is dat nou is mijn eigen seintje. Lekker, Kees. Dankjewel, hoor. Ja. Wat doe je verder nog, Kees? Naast die, want je traint zelf ook nog, hè? Ik ben, ja, af en toe. Ja. Ja, af en toe val ik wel eens even in bij Geel-Wit. Aankomende woensdag ben ik gevraagd of ik de dames eventjes wil trainen. En dat vind je wel leuk, hè? Ik vind alles leuk om te trainen. Ja. En die dames zijn gewoon geweldig. Ja. Ja. Dus, over Geel-Wit gesproken, want
dat is een feestpartij geweest daar voor jullie in Liverpool. Hè? Het was reuze gezellig. Ja. Ik zag echt het reuze gezellig op Facebook voorbij schieten. Ik heb er bewondering voor. Dat had ik ook voor de jongens. Hoe je het kan volhouden, ja. Maar jij dan met 4 uur slaap? Ja, dat is, het hakt er nu wel in, hoor. Nu begint het wel te merken dat je denkt van, nou, ik ga vanavond toch maar vroeg onder de wol. Maar het was een fantastisch weekend. En niks gebeurt, de jongens fantastisch allemaal gedragen. En, geen oneenigheden of wat dan ook. Dat is het mooie van voetbal, hè. Ze met elkaar weggaan, ze maken ontzettend veel plezier, maar er gebeurt nooit iets. En ik moet zeggen, die Engelsen zijn ook een fantastische mensen. Ik moet ook altijd lachen bij HFC, is de eerste speel. Dan lopen daar, ik geloof, 20 stewards. En terecht worden die bedankt omdat ze het geweldig goed doen. Ze staan met hun rug naar de wedstrijd. Maar er gebeurt toch nooit iets bij HFC, joh. Bij HFC niet, nee. Ik ken clubs waar je iets meer stewards nodig hebt, hoor, de boel in handen te houden. Zeker weten. Ja, ik kan het wel. We gaan ze niet noemen, hè. We houden het positief. Nou, daar heb ik ook bij gezeten. Dus.